Een goede therapeut heeft een hoog inlevingsvermogen en kan zich verplaatsen in de ervaringen van zijn of haar patiënten. Een goede therapeut heeft een hoog inlevingsvermogen en kan zich verplaatsen in de ervaringen van zijn of haar patiënten. De wisselwerking tussen de studenten en de docent was zeer positief, waardoor er een levendige en interactieve klasomgeving ontstond. De wisselwerking tussen de studenten en de docent was zeer positief, waardoor er een levendige en interactieve klasomgeving ontstond. Hij toont zich een man door tien biertjes in een keer te drinken. Hij toont zich een man door tien biertjes in een keer te drinken. Hij kan niet vermogen om zo laat te werken. Hij kan niet vermogen om zo laat te werken. Hij vermag het om ingewikkelde wiskundige problemen op te lossen. Hij vermag het om ingewikkelde wiskundige problemen op te lossen. Een beetje vriendelijkheid vermag veel bij hen. Een beetje vriendelijkheid vermag veel bij hen. Na een discussie met zijn collega's besloot hij het voorstel te accepteren en het meningsverschil naast zich neer te leggen om de teamgeest te behouden. Na een discussie met zijn collega's besloot hij het voorstel te accepteren en het meningsverschil naast zich neer te leggen om de teamgeest te behouden. In plaats van actie te ondernemen om de problemen op te lossen, besloot de manager het advies naast zich neer te leggen, waardoor de situatie verslechterde. In plaats van actie te ondernemen om de problemen op te lossen, besloot de manager het advies naast zich neer te leggen, waardoor de situatie verslechterde. Ze speculeren dat het gaat regenen vandaag, omdat er geen wolken aan de hemel zijn. Ze speculeren dat het gaat regenen vandaag, omdat er geen wolken aan de hemel zijn. In de financiële wereld kan speculatie zich voordoen wanneer een handelaar een aandeel koopt op BV zijn inschatting dat de prijs zal stijgen. In de financiële wereld kan speculatie zich voordoen wanneer een handelaar een aandeel koopt op BV zijn inschatting dat de prijs zal stijgen.